En welkom terug bij deel 2 van mijn solo Special Engineer Survival. Of ook wel spastische engineers, hoe ik het ook wel vaak noem tegen mijn vrienden. Want ja, Special Engineers kan nog wel eens spastisch doen. En waarom heb ik nog steeds een wit pak? Dat gaan we eerst even veranderen. Want ik heb niet voor niks die mods erin gezet. Ja, want. Oh, knop. Ja. Oh ja, ik heb een paar mods voor pakken erin gezet. En laat mij even in. Third person gaan zodat je het een beetje kan zien. Zoiets. Ja, sowieso. De pakken van Hector Sage of Video Sage, een van de hele bekende Space Engineers YouTuber. Ook mijn favoriete YouTuber, zowat. Dus ja, reclame, bla bla bla. En ik vind dit met die Cryptex, vind ik echt zo mooi. En dan een beetje blauw. Oh, waarom doet ik het? Oh, wacht. No shit. Oké, zo. Oh, dat is een beetje paars. Een beetje. Zoiets. Perfect. Hoi. Oké. Ik had dus in de vorige episode had ik al wat goud en. Oh, wat goud en uranium. Dus ja, nu moeten we het belangrijkste. Eieren. En dat zit hier genoeg. Maar ik denk dat ik even mijn schip ga draaien. Want anders flikkert alles naar beneden. Dus ja. Oké. Boom. Ja. Ja, ik record het gelijk na. Totdat we. Oh shit. Oh shit. Ouch. Ja, mijn stoel is losgekomen. Oké, fuck. En waarom staat hij op de verkeerde toolbar? Wacht even. Kijk. Oké. Oh, nou, dat begint wel lekker goed. Hier komen jij, stoel. Fijn. Oké, ik versnel dit wel even, want ja, dit is kostbare tijd. Oké, en ja, mijn stoel is weer gefixt. Dat was niet echt handig van mij. Dus even beter uitkijken. Oké, kunnen een klein beetje omhoog. Voorzichtig. Ietsjes omlaag en dan zo'n bocht maken. En dan hoop dat past. Perfect. Oké. En dan zet hem even. Oh, gelijk nog een oor. Ik ben de naam vergeten, maar het is een oor. Dat weet ik in ieder geval. Oké, perfect. En dan boom. Nog even heel even checken hoe ver dat al is. Oh, kijk. Dat gaat al lekker. Maar uiteindelijk ben ik gewoon van plan gewoon een vet grote station te maken in een asteroid ofzo. Lijkt me wel mooi om te doen. Ja. Yeah. Met de turrets en alles die mij beschermen van de meteorieten enzovoort. Oh, daar heb ik nu al zin in. Maar ja, eerst gewoon de basis. Eerst gewoon een mining ship, welding ship, een kleine station. En dan zien we wel verder. Want ik denk dat ik gewoon losse secties of onderdelen van de station ga maken. En dan uiteindelijk helemaal vervoer naar een mooie asteroid. En dan aan elkaar gaan maken. Dat lijkt me wel vet. En dat ga ik denk ik ook doen. Maar ja, dit is pas de tweede episode. We zien nog wel. Maar ja, mijn eerste ding is of een welding ship of een mining ship. Want ja, als je een welding ship. Oh, wacht. Ging daar nou een oor door de grond? Maar ja, als je een welding ship hebt, dan kan je een mining ship heel snel maken. Maar ja, daar heb je onderdelen voor nodig. Of oors. En met een mining ship kan je heel snel oors rapen voor de welding ship en shit. Dus ja, het is altijd de vraag welke van de twee ga je eerst doen. Maar ik ben wel van plan met batterijen te gaan werken. Gewoon
zonnepaneel of laadjes of systeem, en dat je dan daaraan kan connecten en dan gewoon lekker kan opladen. Dat je de batterij van je schip kan opladen. Zonder geen uranium. Ik probeer echt gewoon een station te gaan maken waar je geen uranium bij nodig hebt. Oké. Ja, dat is te doen. Met batterijen en zonnepanelen. Dan kan je dat heel makkelijk doen. Nou, niet heel makkelijk, want het kost wel veel ores en shit. Die ik nu niet heb, maar die heb ik later wel. Net zoals nu, we gaan. Nou, ik ga nog even wat meer mijnen. Vooral van deze oor ook, want die heb ik niet. En ik wil alle oors. I'm gonna catch them all. Ash, catch them. Ketchup. Ja. Mining, mining, mining. Is dit een andere oor? Nice, zilver. Dat heb ik ook nog. Even kijken, wel inventory. Lekker dan. Oké, we zitten vol, dus even. Oh, ik zit vast. Oké. Mijn FPS is een beetje omlaag gegaan. Hij zat nu rond de 29-30. Ja. Damn it. Daar ga ik zo even wat aan doen. Met eerst dit. Zo, dat zijn wel veel oors. Holy shit. Lekker dan. Gelijk alweer bijna vol. Oké, dan doen we nog een klein beetje van kobalt. Oh ja, dat is kobalt dit. Oké. Totdat we vol zitten en dan zien we straks wat gaan doen. Zo ga ik eerst denk ik even een turret bouwen, zodat ik gewoon veilig uit de meteoriet kan. Dat lijkt me wel handig. Ja, ik kan hier ook gewoon op gaan staan en dan gewoon alles uit mijn inventory gooien. Hatsaflats en hatsaflats. Oh, dat ging een beetje snel. Maar het mooiste vind ik van Space is ze updaten elke week zowat. Echt gewoon, ik heb dit spel toen er nog nauwelijks iets was. Toen had je nog grotendeels van dit had je gewoon nog niet. Zeg maar, gewoon vanaf hier, dit, dat was er al helemaal niet. Nou, hier was er ook een gedeelte van niet en enzovoort. Toen was het lekker simpel bouwen. Toen had je ook nog geen survival of wat dan ook. Dat was gewoon lekker simpel bouwen. En toen die Survivor update uitkwam, och, toen ging ik het veel spelen. Zo, oké, dan gaan we even wat steel plates bouwen, want dat is een van de belangrijkste dingen die we nodig hebben. Ah, een stuk of 100 kan wel. Maar ik dacht al. En dan even kijken, wat hebben we voor zo'n grote turret nodig? Coupling 10 computers, 8 motors, 1 large steel tube, 6 motors, steel tube, bla bla bla. Oké. Valt eigenlijk nog wel mee voor zo'n groot ding. Maar dan maak ik ook gelijk over boom. Oh, niet zoveel. 20 of zo. Hiervan ook.
Van alles wat ze alleen steel gebruiken, even wat van maken. Ja, sorry, ik hou van gewoon van lekker opzaggen of gewoon genoeg hebben. Waarom kan die niet... Oh ja, wacht, ik heb geen steel plates, hè. Slimpy. Die gaat trouwens goed automatisch... Oh nee. Ik dacht dat ze automatisch erin gingen. Helaas. Oh wacht. Stop. Perfect. En eigenlijk zou ik hem hier moeten neerzetten en dan aan de dinges vast moeten maken, zodat hij automatisch dinges krijgt. Munitie. Ah, dat kan later wel. En als ik altijd een buis vandaan naar hier doen. Construction components. Jee. Die dingen gaan zo traag. En gewoon blech. Maar dat maakt niet uit. Dan wacht ik. Of dan speed ik het gewoon even op vanaf nu. Oké, ik heb even mijn deur weggehaald. Dan... kunnen we dit even heel mooi wat verder bouwen? Want ja, we hebben nog niet alle oors, dus sowieso kan ik volgens mij geen computers bouwen. Ja, wacht, volgens mij kan het wel. Even kijken hoor. Maar dan stop ik zo de episode, want ja, we zitten wel weer rond 10, 12 minuten ongeveer. Dus ja. Oh. Ja, kijk, jij hebt silicon waffen nodig, die heb ik niet. Dus dat gaat er niet worden. Oh, girders? Nee, ik hoef geen girders. Ik wil een steeltje. Maar ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.